voorzitter. Wanneer ons in acht neem, dat sedert 1957, toe die Nationaal-Democratische Revolutie als ideologie door die ANC aanvaar is, en ons neem in acht dat na 94 dit implementeer is, toe hulle die staatsmag verkry het, en nog aanhoudend konsekwent in termen van daardie ideologie optree, dan krijgen we ons een baie belangrike perspectief. Hulle is die auteur daarvan, weliswaar met de hulp van Rusland destijds. Hulle bepaal die gang van implementering en hulle besluit wanneer versnel ons dit en wanneer verlangzaam ons dit. En ons moet hulle op hulle woord neem. Dit is wat hulle doen. Tactisch wissel hulle die tempo af. Tactisch gooi hulle specifieke uitspraken, specifieke concept wetgeving uit aan die burgerlijke samenleving. Kijk wat is die reactie. En dan besluit hulle of hulle dit gaan versnel of vertraag. Maar dat hulle onverstoord voortgaan in die uitvoering daarvan, daaroor het ek nie twyfel. En als ik luister naar die sprekers hier, is daar ook nie twyfel dat die sprekers allemaal dit eens is, dat dit is wat gebeur. Daar is bedoelde gevolgen, waarschijnlijk die meeste wat ons zien gebeuren in Zuid-Afrika, is bedoelde gevolgen. Daar is ook onbedoelde gevolgen, maar dit is in die minderheid. Die onbedoelde gevolgen zou wees wanneer die burgerlijke gemeenschap weerstand biedt, of op een specifieke manier optree, of als die gemeenschappen in die woonbuurte wat die ergste lei als gevolg van die verval van diensten in opstand kom en optochte reel en onluste tot gevolg het. Dit mag misschien onbedoelde gevolgen wees. Ek is niet eers heeltemal seker daarover nie. Die punt is, dit is een veeldimensionele situatie waarmee ons te doen het. Die blote feit als ons ontleed, waarmee elkeen van die sprekers wat hier vandaag optree en die organisaties wat aangedui het dat hulle op hierdie probleem focus, als ons kyk naar die spectrum wat hulle dek, en uit die hoeken waaruit hulle na die specifieke probleem kyk, dan moet ons in acht neem dat dit reeds aanduidend is van die veel facetten van hierdie hele aangeleentheid. My pleidooi is om bij ander sprekers aan te sluiten dat ons die beduidendes, dit is daar die groot gros burgerlikes, wat elke dag bezig is met hulle professie, elke dag bezig is met hulle boerderij, met hulle bezigheid, wat ongestoord hard werk om een bijdrage te leveren tot die, bruto binnenlandse product, dat ons hulle bewust maakt van wat aangaan. En elkeen van u doen dit op een skitterende wijze. En dat ons daarmee voortgaan. Bewustmaking is die eerste groot stap om allemaal op diezelfde bladzij te krijgen. Wanneer ander strategieën implementeer word, is soos wat Pieter sê, die tijd zal ryp wees daarvoor. Maar ik wil vir u sê, as ons die morele hooggrond konsekwent kan behou en uitwys waar die regering en hulle meelopers constant bezig is om te faal en nie meer die morele hooggrond behou nie, en met andere woorde ontruim, faal op watter wyse ook al, en ons betree daar die gebied, lever uitstekende diens en doen wat ons kan, dan gaan ons het klimaat skep waarbinnen dit gaan moontlik wees om dan ook verder te doen wat ons hand vindt om te doen. Ik denk net ons moet onszelf tijd geven.
ons moet die situasie tyd gee, en ons moet in ander gevalle waar ons onverwyld moet optree, dat ons dit sal doen om ons weersin en weerstand ten toon te stel. Kom ons wees wys, en hoe ons dit doen, kom ons help mekaar met ons perspektiewe soos wat ons dit vandag gedoen het, en ek is baie seker daarvan, ons sal die antwoord kry. Ons het al reeds baie antwoorde, baie meer as wat ons 10 jaar terug gehad het, baie meer as wat ons 20 jaar en 25 jaar terug gehad het. As ons 25 jaar terug, of selfs 30 jaar terug, geweet het wat ons vandag weet, sou die benadering heel waarskynlik baie anders gewees. En ek praat nie nou ander manne na as ek dit sê. Ek kom met 'n ander perspektief daaroor, want ook hulle het nie geweet wat ons vandag weet nie. Hulle het sekere vermoedens gehad, maar ek wil vir u sê, die ANC is besig om homself te kelder, en kom ons plaas druk op hulle, en ons moet punte soos, hulle het hulle legitimiteit verloor, en hulle het hulle reeds op groot skaal skuldig gemaak aan hoogverraad teenoor die mense van Suid-Afrika. Kom ons plaas dit in die openbare domein, en ons is dit, laat dit die diskoers word, en dan gaan ons die ondersteuning vir die burgerlike samelewing sal optrede daardeur mobiliseer. Baie dankie.